Ik sta hier voor het gasthuis en binnen zit Lin op mij te wachten. Lin is een nieuw aanstormend talent uit Horst aan de Maas en heeft onlangs, begin maart, haar eerste twee singles gereleased die ze heeft geschreven met een producer op Rock City Institute in Eindhoven. Lin, hartstikke leuk dat je even langs wilde komen voor dit interview. Hoe trots ben je op dit moment na het uitbrengen van je eerste twee singles? Ja, ik ben er echt heel blij mee. Ja, ik ben er heel trots op. Ja. Want begin maart zijn ze uitgekomen en voor jou was het ook een beetje een stap naar iets nieuws, omdat je komt van singer-songwriter af en je hebt veel samengewerkt met een producer voor deze. Wat kun je daarover vertellen? Ik heb begin dit schooljaar, dus in september was ik begonnen, had ik een producer gevraagd of die met me wou samenwerken, Wessel heet die. En toen gingen we samen nummers schrijven en ja, toen is het eigenlijk een beetje daaruit gekomen zo. En een ander nummer ook nog, want hij kwam met een project waar hij mij voor vroeg. En toen, ja, zo eigenlijk. En daar had ik aan meegeholpen en zo is dat andere liedje eruit gekomen. Ja, de nummers heten 17 en Unknown. Wat kun je over die nummers vertellen? 17 is meer echt... voelt meer als mijn eigen nummer, zeg maar. Die heb ik ook helemaal zelf geschreven. En Unknown heb ik ook zelf geschreven, maar het was niet... 17 heeft meer een verhaal voor mij, of wat voor mij persoonlijk meer is, zeg maar. Mm-hmm. En Unknown, ja, dat is gewoon een liedje met een onderwerp, maar het is niet per se met mij te maken of zo. Het is gewoon... Ik vind het ook een heel leuk idee, een heel mooi nummer, maar het is niet per se wat... Ja, wat ik zo hard voel als 17, zeg maar. Tell me why I do this every time. I just can't walk in a straight line. Nummers zijn te beluisteren op zowel YouTube als Spotify, ja. iTunes, volgens mij. Ja. En smaakt dit nog meer? Zijn er al nieuwe plannen voor nieuwe nummers om uit te brengen? Wat is de stip aan de horizon? We zijn zeker wel bezig met een nieuw idee. En ik vind dat een heel cool idee. Toen Wessel mij dat doorstuurde, dacht ik echt van, yay, ik was echt heel blij. En toen had ik er gelijk wat op bedacht en dat hebben we opgenomen 2 weken geleden. En dat werkte, dus we zijn heel excited en we willen weer binnenkort, over een tijdje willen we weer wat uitbrengen, ja. Ja. En zijn er ook al plannen om de nummers live te horen te gaan brengen? Heb je nog optreden staan binnenkort? Ik heb wel optreden staan, maar dat is niet met deze nummers, dat is met mijn band zelf, met Scar City, ja. Nou, u heeft het gehoord. De nummers zijn over te beluisteren. Gaat zeker streamen. Lin is te vinden op Spotify, YouTube, iTunes, noem maar op. En Lin, ik wil je hartstikke bedanken dat je even langs wilde komen. En we gaan vast en zeker nog veel meer horen van je. Ja, denk ik ook wel. Jullie ook bedankt.